In de video van vandaag gaan we kijken naar 5G aandelen. 10 stuks om precies te zijn. En dit zijn een tiental bedrijven die op een of andere manier iets te maken hebben eigenlijk met de transitie naar het 5G netwerk. En hierbij kun je denken aan chipfabrikanten, patenthouders of telecomaanbieders. We gaan hierbij gebruik maken van een nieuw Excel document, een nieuwe spreadsheet die ik heb gemaakt. Hier is het mogelijk om 10 bedrijven met elkaar te vergelijken. En deze bevat heel veel data over financiële gegevens, bepaalde ratio's om een, eigenlijk een keuze te maken welk bedrijf het beste is. Al met al dus veel interessante data, dus laten we weer snel gaan beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Zoals gezegd gaan we in deze. Video gebruik maken van een nieuw Excel document dat ik heb gemaakt. Dit document is nog zeker niet perfect. Dus heb je eventueel nog opmerkingen, aanvullingen om deze sheet beter te maken, laat dat zeker weten in de reacties onder deze video. En ik heb de afgelopen weken, terwijl ik deze sheet in bouwen was, al regelmatig wat op mijn Instagram gepost. En ook als je dat wil volgen uit een passief inkomen. Dan vraag ik regelmatig. Post ik dingen, maar vraag ik ook op jullie feedback. Kan ik dat bijvoorbeeld in deze sheet verwerken? En een van de meest gestelde vragen die ik vervolgens kreeg, was of ik dit document ook ga delen of. Even Eventueel gaan verkopen? En het antwoord daarop is nee, in ieder geval niet op dit moment. Ik heb dit document, uh, eigenlijk had ik al ooit een versie gemaakt. Die maakte gebruik van Finbox, dat was toen nog gratis, kon je een plugin maken voor Excel. Werkte toen heel erg goed. Inmiddels is dat betaald en ben je volgens mij tussen de 15 tot 40 dollar per maand kwijt om deze data te importeren. Dus ik heb het helemaal zelf gemaakt. Ik zag een andere YouTuber, Jerry Romijn, ook ongeveer deze sheet hebben. En ik heb hem dus nagebouwd. Alleen waar hij ook gebruik maakte van Finbox, maak ik dan weer gebruik van heel veel formules om data... Eigenlijk van internet af te halen. Maar daardoor zorgt het er wel voor dat hij niet echt heel gebruiksvriendelijk is. Hij heeft vaak heel veel tijd nodig om alles binnen te halen. En dat is ook een van de redenen dat ik hem op dit moment in ieder geval nog niet aanbied of deel met jullie. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik hem nog niet kan gebruiken. Ik kan hem zeker ook zelf gebruiken. En dus gaan we hem ook in deze video en waarschijnlijk nog wel meer video's gebruiken als jullie daar interesse in hebben. Dus heb je ook eventueel weer tips voor welke aandelen jij in een volgende video graag voorbij ziet komen. Laat dat weten in de reacties. Dan gaan wij nu over naar de computer. Oké, okay, we zijn aangekomen bij de sheet en zoals je ziet heb ik 10 aandelen geselecteerd dus voor deze video. Te beginnen met nummer 1, Qualcomm, gevolgd door Skyworks Solutions, Nvidia, Marvel Technology Group. En dit zijn eigenlijk vooral uh, chipmakers, chipfabrikanten en dat soort dingen. We hebben Nokia, Ericsson, die hebben vaak ook veel patenten, ook rondom 5G. We hebben een aanbieder, ja natuurlijk Apple, van telefoons die waarschijnlijk volgend jaar dus worden voorzien van een 5G chip. En tenslotte hebben we ook uh, drie aanbieders, telecom aanbieders, met T-Mobile uh, Amerika, AT&T en Verizon. En hieronder um, ja, gaan we eigenlijk alle gegevens, je ziet natuurlijk al heel veel data binnenkomen, of staan, zo moet ik het zeggen. Uh, dus laten we gewoon even beginnen met de huidige prijs van een aandeel. En je ziet dat dat ja, een beetje van heel laag, 4,20 euro, tot Apple de hoogste, 339 dollar bijna. Uh, we hebben ook de prijs van de vorige dag. Alleen omdat op dit moment de markt open is, pakt hij dus de prijs van vandaag. En zul je dus zien dat er geen verandering is. Maar ooit is het makkelijk om te zien wat hij de laatste dag eigenlijk heeft gedaan. Hier zien we ook de beurswaarde. We zien dat Apple veruit het grootste is met bijna 1500 miljard. Um, vergeleken met bijvoorbeeld Nokia, met maar 21 miljard. We zien ook um, de, de hoogste punt van de afgelopen 52 weken. Gevolgd door het laagste punt van de afgelopen 52 weken. En het verschil daartussen. Nou, natuurlijk zien we eigenlijk dat ook in die grafiek terugkomen. Vanwege corona heeft eigenlijk elk aandeel wel een klap gehad. Niet letterlijk elk aandeel, maar wel heel veel. En je ziet ook duidelijk dat ze allemaal na die coronatijd wel weer herstellen. En dan kunnen we ook kijken van hoeveel procent staan we nu bijvoorbeeld lager ten opzichte van het hoogste punt. Nou, dat is bij bijvoorbeeld een Qualcomm. 11,37%. En Apple zit nog 4,5% onder het laagste punt van, de afgelopen, van het afgelopen jaar eigenlijk. Uh, gevolgd door Here to date, hoe presteert het aandeel op dit moment dit jaar? En we zien dat Apple dus alweer 15% procent gestegen is dit jaar. Ook Nvidia doet het erg goed. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met dat er heel veel vraag is naar chips, uh, voor auto's, voor gamen, noem het allemaal maar op. Dus daar is uh, flink gestegen dit jaar al. Het um, zijn puur allemaal cijfers waar je niet per se iets moet doen, of niet in ieder geval waar je niet je aankoop op moet baseren. Want je kunt wel zeggen: Oh, Nvidia is al met 52% gestegen dit jaar. Dat wil niet zeggen dat dat de rest van het jaar ook nog die stijging doorzet, natuurlijk. Uh, we hebben hier ook nog even de beta, en dat wil eigenlijk zeggen: uh, Vergeleken met de hele markt, hoe reageert het aandeel dan? Hoe volatiel is het aandeel? Alles boven de 1, dan reageert hij dus sterker op bepaalde dingen dan de markt. En alles onder de 1 reageert dus minder snel. Nou, we zien bijvoorbeeld hier Qualcomm, uh, Skyworks Solutions, Nvidia. Ook Apple, die zitten boven de 1. Dit zijn vaak ook uiteindelijk uh, dingen die worden gebruikt in consumentengoederen. Juist die worden bepaald misschien wel door een crisis. Dat je nu minder snel een telefoon koopt, um, ja, heeft Apple dus meer last van. Kijk bijvoorbeeld naar Nokia. Ericsson en ook de telecomaanbieders, aanbieders ja, Die hebben natuurlijk minder last van een crisis. Want mensen blijven toch wel een mobiel abonnement houden. Uh, ook al is het nou een goed, goede economie of een slechte economie. En dat zie je hier eigenlijk ook wel in terug. Dus um, ja, let hierbij gewoon vooral als er heel hoog getal is. Dan heb je natuurlijk heel erg afhankelijk of heel erg volatiel aandeel. Uh, Ten slotte nog even de medewerkers, niet dat daar iets. Per se mee is, maar dan kun je een beetje het bedrijf vergelijken van hoe groot is zo'n bedrijf nou? Zeker wanneer je het gaat, uh, gaat vergelijken met een concurrent, is dat vaak wel interessant. Gaan we weer naar beneden komen bij eigenlijk de winst, uh, omzet, winst en groei. Nou, hier zien we de EPS, oftewel uh, de winst, winst per aandeel, earnings per share. Uh, die liggen allemaal in ieder geval positief, dat is dat altijd al prima. Ook de verwachting voor het komende jaar en de verwachting voor de komende vijf jaar wordt hierbij vermeld. En ook de groei voor de komende vijf jaar van de omzet heb ik erbij vermeld. Dus je kunt vaak zien van um, hoe staat de EPS van dit aandeel nu en hoeveel winst gaat het bedrijf waarschijnlijk maken het komende jaar per aandeel of de komende vijf jaar en hoe ontwikkelt de omzet zich. Dan zien we al bijvoorbeeld dat Marvel Um, ja, best wel flinke groei heeft, want dit is een jaarlijkse groei, is de verwachting. Ook Apple zal de komende vijf jaar, naar verwachting volgens analisten, met zo'n 11,5% per jaar groeien. En hier zien we ook weer terugkomen dat eigenlijk de, de drie uh, telecomaanbieders, ja, die zullen niet zo snel veel groeien. Daar is in ieder geval op dit onderdeel qua omzet weinig um, winst te behalen, of in ieder geval groei te verwachten. Ook de PE ratio, wat eigenlijk de prijs-to-earnings ratio is, oftewel de koers-winstverhouding. Nou, Liefst willen we deze onder de 25 houden. Um, gemiddeld ligt de beurs in ieder geval op de lange termijn tussen de 13 en 18. En wanneer het dus te hoog wordt, ja, gaan mensen dus relatief veel voor het aandeel betalen, terwijl de winst per aandeel nog niet zo hoog is. Dat heeft vaak ook weer te maken met Tesla, heeft bijvoorbeeld, zo'n hoge PE ratio, omdat er gewoon veel winst in de toekomst wordt verwacht, echte groeiaandelen. Maar als je een aandeel echt uit, uh, uit gaat kiezen, let dan ook in ieder geval op dat je niet altijd een al te hoog P.E. ratio hebben. Nou, dat zijn juist die bedrijven als ATT Verizon. Die hebben niet zo'n hoog PE ratio. Ook omdat er waarschijnlijk de groei er wel een beetje uit is. En je dus wel um, gewoon constant zijn. Dan hebben we ook nog de forward P.E. ratio. En dat is eigenlijk wat er van de komende 12 maanden wordt verwacht. Wat het PE-ratio gaat doen. Uh, zo kun je een beetje gaan kijken naar wat is de. Uh, Koers-winstverhouding van het aandeel voor de komende tijd en is het misschien interessant om het wel of niet te kopen? De PEG ratio, uh, dat is eigenlijk de price to earnings en de groeiverwachting ook nog eens daarbij verwerkt. En alles onder de 1 is eigenlijk ondergewaardeerd. Dus we zien hier bijvoorbeeld: Qualcomm is volgens deze verwachting, volgens dit ratio, dus ondergewaardeerd. Ook een uh, aandeel zoals Marvel is ondergewaardeerd, terwijl juist degene met een hoog. Uh, PEG ratio, dus waarschijnlijk ja, duur zijn en misschien ook wel overgewaardeerd zijn. Gaan we verder naar de bruto winstgroei en de netto winstgroei? Dit is van de laatste 12 maanden. Ga, uh, belangrijker zijn deze donkere kolommen, trouwens. Hier hebben we lichte kolommen. Op zich zijn dat interessante cijfers, maar let vooral eerst op de donker oranje en later ook donkergroen. De netto winstmarge: hoeveel verdient een bedrijf nou eigenlijk onderaan de streep? Um, aan, ...aan omzet eigenlijk en zie, zie je dat eigenlijk sommige bedrijven meestal wel 20% tot zelfs bij Marvel 55% doen. Um, Apple ook rond de 20% en ga dus vooral hier naar kijken. Dit is zo'n belangrijk getal om te zien hoeveel winst maakt een bedrijf nou eigenlijk op die omzet... ...en dit wil je natuurlijk het liefst zo hoog mogelijk hebben, vandaar ook de pijltje omhoog. Dan hebben we ook nog de Bainisch M-score, dat houdt eigenlijk in van hoe betrouwbaar zijn de financiële gegevens... Alles groter dan uh, min 2,22% is veilig en andersom is het juist mogelijk gemanipuleerd. Dat is een bepaalde berekening. Nou, eigenlijk alle bedrijven zitten wel een heel stuk onder die 2,22% dus dat ziet er goed uit. Hier hebben we nog verschillende uh, ja, return on investment eigenlijk op equity, op assets en op investments dus. Kijk bijvoorbeeld naar de return on equity. Komt tot stand door de netto winst te delen door de aandeelhouderskapitaal. De return on equity is een manier om te kijken hoe effectief het management de bezittingen inzet om geld te verdienen. Nou, gemiddeld genomen is dat 14% return on equity op de SP 500. En alles lager dan 10% is eigenlijk een slechte score. Want je wilt natuurlijk wel als het geld wordt ingezet dat het maximaal profijt oplevert, dat het management daar goed mee omgaat. En zo kun je dus eigenlijk al een paar bedrijven misschien uitsluiten. Je ziet dat hier weinig return on equity is. En we zagen net ook al weinig winstmarge, netto winstmarge. Dan kunnen we deze ook aanklikken om vervolgens te weten dat we die eigenlijk uitgesloten hebben. Dat we daar in het vervolg misschien wel niet meer naar gaan kijken. Um, zijn er zijn dan meer bedrijven, niet per se. Dus laten we het even over deze twee aandelen houden. Keert een uh, bedrijf ook dividend uit? Dan wordt dat hier vermeld. Nou, we zien dat T-Mobile US dat niet doet. Um, worden er eigen aandelen ingekocht? En is de schuld misschien nog afbetaald, afgenomen. Die drie samen zorgen eigenlijk voor het totaalrendement van de aandeelhouder. En hier wil je natuurlijk ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk hebt. Nou, we zien deze toevallig uitschieten. Dus ik denk niet dat het helemaal goed is gegaan in deze formule. Of in ieder geval in de data. Dat is zeker iets om te gaan kijken. Bijvoorbeeld Apple. Apple betaalt niet heel veel dividend, nog geen procent. Maar juist omdat ze wel veel eigen aandelen inkopen. Heb je eigenlijk als aandeelhouder toch een... Bijna een rendement van 8% per jaar. Dus dat is op zich best wel interessant. Um, iets verder op dividend nog een heel kopje. een dividend per aandeel. De verwachting. Hoeveel procent een bedrijf uitbetaalt. Nou, we zien bijvoorbeeld dat Nokia 150% uitbetaalt. Dat wil zeggen van de winst die ze maken. Gebruik je normaal gezegd een bepaald percentage. Maar Nokia betaalt op dit moment. Dus meer uit dan dat ze winst maken. Het kan niet zijn dat het op de korte termijn niet zo goed gaat. Dat ze nog genoeg reserves hebben om dit wel vol te houden. Maar je wil liever zoiets zien zoals Apple. Die maken um, ja, winst, dus veel winst. En daarvan keren ze 24% uit. En de rest van de, van de winst gebruiken ze zelf om te innoveren en te investeren eigenlijk in hun toekomst. We zien ook wat we aan dividendgroei van de afgelopen vijf jaar hadden of wat we voor de komende twaalf maanden, wat er wordt verwacht door um, analisten. En uiteindelijk ook, ben je nou echt op dividend uit? Hoe vaak dividend wordt uitgekeerd? Maar dit wordt allemaal dus per kwartaal, maar bijvoorbeeld Ericsson doet het maar één keer per jaar. T-Mobile heeft geen dividend en zullen ze dus ook niks uitkeren. Nog eventjes kort tussendoor. Vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dat helpt het YouTube-kanaal en ik weet welke video's jullie interessant vinden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan hieronder ergens op abonneren. Klik op het bel-icoontje om nooit meer een video te missen. Dan gaan we nu weer snel naar het overzicht. Gaan we dan verder naar de financiële cijfers? Dit komt vaak uit kwartaalcijfers, jaarrekeningen. We zien hier de totale omzet, de kosten van die omzet. En dus eigenlijk kun je toch gaan kijken in een percentage. Veel belangrijker is uh, ja, dit: wil je eigenlijk zo laag mogelijk houden. Dat wil zeggen dat je zoveel mogelijk marge overhoudt. Maar laten we hier even gaan kijken naar vooral de operationele marge. Die willen we het liefst zo hoog mogelijk hebben. En dat betekent dat er ja, in ieder geval veel geld wordt verdiend aan elke euro omzet of elke dollar omzet. Zo zien we ook hoeveel dollar. Of ...hoeveel verdient een bedrijf per euro of dollar omzet... ...na het betalen van variabele kosten... ...zoals bijvoorbeeld de productie, de lonen, et ...maar voordat er betaald wordt in de vorm van rente of belastingen... Uh, ...ja, we zien dat eigenlijk wel uh, bij heel veel bedrijven heel hoog is... ...en de uh, zo rond de, ja, 30... ...hier net iets rond de 30, Apple ook met ongeveer 25%... ...gevolgd door de Altman Z-score... Uh, ...dat is eigenlijk een score... ...wanneer je 1,8 of minder hebt, dat je wijst op een naderend faillissement, terwijl je eigenlijk dus een score van 3 of hoger wilt hebben, wat aangeeft dat dan in ieder geval het bedrijf financieel gezond is. Nou, we zien een paar bedrijven die we ook al hier hadden uitgevinkt, waar het dus niet zo financieel goed mee gaat, dat was Nokia en Ericsson, maar nou, misschien ook T-Mobile uh, US kunnen we uitklikken, AT&T lijkt er niet zo heel positief voor te staan, en ook Verizon niet. Dit zijn wel belangrijke cijfers om in ieder geval op te kijken... Hoe presteert een bedrijf, en zeker in vergelijking met andere bedrijven zoals Apple, met een 5? En Nvidia met 15 of SkyWorks Solutions met 18 is dat een veel beter financieel bedrijf en misschien ook wel interessanter en verstandiger om daar juist in te investeren. Kijken we dan even naar de balans. Uh, verschillende gegevens, maar vooral op de korte termijn is het belangrijk. We willen hier een uh, positief getal zien, want dit zijn namelijk de korte termijn bezittingen eigenlijk met eventueel de verplichtingen die ze op korte termijn hebben. Nou, dit moet dus positief zijn. En hoe hoger het getal, hoe beter. Apple heeft een heel hoog getal, maar ja, dat heeft natuurlijk te maken. Het is ook een heel erg groot bedrijf. Dus we kunnen ook gaan kijken naar de verhouding. En hier willen we dus eigenlijk alles groter dan één hebben. En um, bij de meeste bedrijven is het eigenlijk al positief. Op de paar laatste namen, die hadden we wel uitgevinkt. Uh, en ook hier wat lager. Apple, zoals gezegd, um, niet per se een heel goed ratio, maar wel een heel erg groot bedrijf. Dus dat is iets anders natuurlijk. Kunnen we ook kijken naar de totale bezittingen en verplichtingen. Dit was korte termijn, dat wil zeggen de komende twaalf maanden. Dit is gewoon ook met de lange termijn meegerekend. En hier geldt eigenlijk hetzelfde. Hoe hoger, hoe beter. En we kunnen ook nog even kijken tot slot naar het Debt Equity Ratio. En dat houdt in dan de verhouding eigenlijk tussen de totaal en de verplichtingen ten opzichte van het aandeelhoudersbezittingen die er zijn. Ja, oftewel, hoeveel geld leent een bedrijf om eigenlijk haar activiteiten te financieren. En je wil daar eigenlijk het... Uh, zo laag mogelijk houden, wat dus aangeeft dat het bedrijf ja, weinig extern kapitaal nodig heeft om in ieder geval uh, te investeren in het bedrijf en omzet te maken. Kijken we vervolgens naar de koers-winstverhouding. Dan begint het met de forward-PE, die hebben we al eerder gezien. De gemiddelde PE-ratio, dat is het gemiddelde van de laatste vijf jaar. En het PE-ratio op dit moment. En dan gaan we dus kijken naar wat is eigenlijk het voordeel van het PE-ratio. Uh, daarmee vergelijken we dus eigenlijk het PE-ratio op dit moment. Vergeleken wordt met het gemiddelde van de laatste vijf jaar. En is dit een positief getal, dan wil dat zeggen dat er eigenlijk een, ja, een voordeel te behalen is. Dat er waarschijnlijk eerder dus meer werd betaald uh, voor een aandeel ten opzichte van de winst. De koers-winstverhouding was dus hoger en nu is die lager. Dus misschien dat die wel weer stijgt. En is daar voordeel te behalen? Bij heel veel bedrijven zien we ook in de min. Dat wil zeggen dat het nu dus niet zo interessant is. Dat die nu veel hoger gewaardeerd staat. Heeft waarschijnlijk ook wat te maken met de crisis. Dat bedrijven zoals Apple. Heel veel mensen willen daar juist in investeren. Omdat dat de technologie is. De grote bedrijven die nog veel omzet en winst maken. Um, en het zijn hier dus juist de bedrijven die we eerder al uit hebben gesloten. die er wel positief staan. Kijken vervolgens naar de waardering. Van wat is eigenlijk. Volgens bepaalde methodes, wat zou het aandeel waard moeten zijn? Wat zou de koers van het aandeel moeten zijn? Hier hebben wij de Peter Lynch Fair Value, de Graham Number en twee andere modellen. Die gaan kijken naar de earnings en de cashflow van het bedrijf voor de komende jaren. En dan terugrekenen naar de waarde eigenlijk op dit moment. Um, soms kan het voorkomen dat er geen waarde is. Dat heeft vaak ook weer te maken of een bedrijf winst maakt of niet. En als er geen winst is, kan het niet bepaald worden. En eigenlijk zien we overal wel dat uh, dit soort. Bedragen vaak lager zijn dan de koers op dit moment. Bij de bovenste twee heeft dat mee te maken dat het eigenlijk ook um, ja, oudere methodes zijn uh, die niet per se op groeibedrijven um, zijn gebaseerd. Terwijl we natuurlijk met 5G echt iets hebben voor de toekomst. Dus is het is misschien verstandiger om in dit geval bij deze, dit soort bedrijven eigenlijk de onderste twee te bekijken. Um, um, ik ben nog niet echt uit naar een goede. En wat nou de Perfecte fair value is. Dus ik probeer nog meer fair values te vinden op internet. Data die ik daarmee hierin kan verwerken. Dus heb je nog websites of andere berekeningsmethodes om tot een fair value te komen? Laat dat in ieder geval weten in de reactie onder deze video. Gaan we vervolgens verder naar wat analisten denken. Zo zien we um, eigenlijk hoe vaak analisten zeggen een bepaald aandeel te kopen neutraal te houden, dus niks te kopen, maar ook niet te verkopen... of juist wel dus te verkopen. En dan komt uiteindelijk een gemiddelde uit. En we zien dat het hier bijna overal positief is. Maar positief wil nog niet zeggen dat je het moet kopen. Het is meer zoiets van, ja, um, we zijn nog een beetje twijfelend. Dat komt vaak omdat er dan een gedeelte van de mensen zegt bijvoorbeeld kopen... maar ook een gedeelte zegt neutraal. En als er nou meer mensen dus bij bijvoorbeeld kopen zouden zitten... zou dit ook naar kopen um, doen... Veranderen. Wat analisten ook hebben is vaak een verwachting, een gemiddelde koersverwachting. Dus het gemiddelde, zeggen ze hier, is 90 dollar voor een aandeel, iets meer dan 90 dollar. En dat wil dus zeggen dat er op dit moment de verwachting eigenlijk een voordeel te halen is van 6%. Dat is dus het, de koers van nu met wat die zou kunnen worden volgens de analist of wat die zou moeten zijn binnenkort. Dan heb je dus nog 6% rendement te maken en hier wil je dus eigenlijk een zo hoog mogelijk getal, want... Het is en in dat geval is dat hier een Nokia. Die verwachten analisten in ieder geval dat de koers naar 4,67 uh, of 76 gaat. Terwijl die op dit moment 4,20 is. Dus daar is het meeste te behalen. En bijvoorbeeld Apple zou volgens deze methode, volgens deze analisten met zo'n 4,5% overgewaardeerd zijn. Omdat ze, ze verwachten dat het aandeel 324 dollar eigenlijk gaat doen. Terwijl die nu op dit moment bijna 339 staat. Ook de boekwaarde per aandeel. Um, daar kunnen we eigenlijk zien wat de waarde van de bezittingen in de onderneming is per aandeel. En het zal meestal zo zijn dat dat niet um, ja, die één haalt eigenlijk. Is het nou groter dan één, dan is het vaak zo dat er meer geld in het bedrijf zit dan dat het geld, uh, dat, dat aandeel eigenlijk waard is. Dan is het dus ondergewaardeerd mogelijk. Dan is het in ieder geval interessant om te kijken. Um, maar dit betekent dus wel dat hoe groter dit getal is, hoe interessanter het is. Dat is eigenlijk ook nog hier met de PEG-ratio, hebben we ook al eerder bekeken. Um, of het nou onder de 1 is, dan is het ondergewaardeerd. Of boven de 1 is het overgewaardeerd. Dus eigenlijk wil je het een beetje zo laag mogelijk. Nou, Qualcomm zal volgens deze berekening misschien wel eens ondergewaardeerd kunnen zijn. Terwijl andere bedrijven zoals hier, ja, ver boven die 1 zitten en misschien wel overgewaardeerd zijn. Uh, we hebben ook nog de piotroski score um, Die gaat eigenlijk op een score van 0 tot 9. Bepaalt die op, op 9 onderdelen is eigenlijk hoeveel. Financieel sterk dit bedrijf is. Nou, we willen hier dus eigenlijk 5 of hoger hebben. Um, dan zien we bijvoorbeeld dat Skyworks Solutions, volgens deze score, niet zo'n sterke positie heeft. Dus kunnen we misschien uitvinken dat we waarschijnlijk voor, liever voor dit soort bedrijven gaan, zoals Apple met een 8, Qualcomm met een 8. Um, ook daar kun je dus ja, wel kijken waarin je investeert. Neem het in ieder geval mee in je beslissingen. Want misschien is een aandeel heel erg interessant... ...maar als de financiële bedrijf er niet zo goed voor staat... ...is dat in ieder geval een reden om het toch niet te kopen. Kijk we tot naar even naar grafiekdata. Dit is eigenlijk dezelfde grafiek als die we bovenaan in het... Uh, ...dingen zagen. Uh, dit is het koersverloop van het laatste jaar. En... Um, Misschien voor degene die uh, grafieken wel kennen lezen, dan heb je de RSI. Uh, dat wil eigenlijk kantelpunten zeggen. Of een aandeel nou eigenlijk overbought is. Uh, te veel mensen kopen het, of juist te veel mensen verkopen het. Nou, als te veel mensen het verkopen, dan zitten we rond de 30. En als te veel mensen het kopen, zitten we rond de 70. En dat zijn eigenlijk kantelpunten. En vaak zul je zien dat wanneer een aandeel richting die 70 gaat, het waarschijnlijk daarna gaat dalen, um, en misschien dus wel te veel voor betaald is. Vervolgens ook de SMA, dat wil eigenlijk zeggen Simple Moving Average. Dat is gewoon het gemiddelde in dit geval van de laatste 20, 50 of 200 dagen. En vervolgens is dat dit percentage de koers op dit moment ten opzichte van dat gemiddelde. En zo kun je dus zien of een aandeel boven deze waarde zit. En dan heeft het dus een stijgende trend. Ze zien we bijvoorbeeld dat heel veel bedrijven een stijgende trend hebben, waarschijnlijk door corona. Maar dat we bijvoorbeeld bij Ericsson zien dat juist. Uh, ...het gemiddelde van de laatste 20 dagen eigenlijk hoger ligt dan de koers op dit moment... ...dus het is alweer een beetje af aan het zakken... ...zien we ook terugkomen trouwens hier in, die, in het einde van die grafiek dat het alweer een dalen is... ...en dit zijn vaak dingen dat je mee kunt kijken van... Um, ...ja zitten we al ergens met een RSI misschien van 75... ...dan is het te verwachten dat het, het kantelend sentiment in dit aandeel misschien verkocht gaat worden... ...dat daardoor de koers gaat dalen is het misschien ook interessant om het nog eventjes af te wachten? Andersom juist natuurlijk zitten we richting die 30 en zitten we toch boven bepaalde uh, gemiddeldes. Dan kun je misschien denken van ja nu is het echt het moment om te kopen, omdat ik denk de markt zal waarschijnlijk binnenkort wel weer volop gaan bijkopen waardoor de koers stijgt. Niet allemaal per se dingen om uiteindelijk daar alleen je uh, koopadvies eigenlijk op te baseren, maar het zijn wel allemaal dingen juist om mee te nemen in je koopadvies. En vervolgens is dus heel veel dingen samen zorgen ervoor dat je een van deze aandelen misschien wel interessant vindt of misschien wel meerdere interessant vindt. En aangezien je op dit moment misschien nog een paar delen, aandelen niet hebt uitgesloten, is het nu verstandig om dus te gaan kijken van kan ik nog iets meer vinden over Qualcomm, over Nvidia, Marvel en Apple. Dat zijn de aandelen die ik nu nog open heb staan. Ik ga nog even naar hun cijfers kijken. Wat voor producten gaan zij de komende tijd aanbieden betreft eigenlijk 5G en op basis daarvan maak daar dan een keuze van. En tot zover deze spreadsheet. Ik hoop dat je wat informatie hebt uit kunnen halen, dat je wat hebt geleerd. Ik heb nog geen keuze gemaakt over welke aandelen ik het uiteindelijk misschien wel ga kopen. We hebben misschien wel een paar aandelen kunnen uitsluiten. Dus die hoeven we al niet meer naar te gaan kijken. Maar misschien juist naar die andere aandelen moeten we nog wel even gaan kijken. Misschien moeten we nog die in ontbrekende informatie die we dus nu nog niet hadden, daar nog in verwerken. Maar ik hoop in ieder geval dat je een paar bedrijven hebt gezien omtrent het 5G. Dat je eventueel kunt denken van dat zijn misschien interessante aandelen om op verder onderzoek naar te doen. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Zoals eerder al gezegd, dit is nog niet de perfecte Sheet, dus heb je nog opmerkingen, aanvullingen om hem beter te maken? Laat dat weten in de reacties onder deze video. Ook als je vaker van dit soort video's wilt zien met andere bedrijven en welke bedrijven dat dan zijn, laat dat ook weten in de reacties onder deze video. En vond je dit nou een leuke, interessante video, geef even een duimpje omhoog. Dan weet ik in ieder geval dat ik vaker van dit soort video's moet maken en wil je zelf nog meer video's zien. Ik maak elke week twee video's, die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus wil je daar meer video's over zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal, klik dan hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien. to see. You.